bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Hoi allemaal. Oké, nou. Ik ga deze keer de verbouwing zien van de tweede week. We beginnen natuurlijk weer met de dag 6, dag 7, et cetera. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen, kijk even met me mee. Het is een hele situatie, een mooie situatie geworden. Achter mij zie je de container. Het begint al lekker aardig vol te raken. En dat is niet voor niks. Dus laten we gewoon beginnen met dag 6 van de verbouwing. Dus eigenlijk de tweede week. En dan zien jullie hoe het uiteindelijk gaat worden. En we werken het wel. Yes. Het is alweer avond. Dag week 2. Dag 6. Juist. Alright. Hebben jullie enig idee wat er gedaan is vandaag? Eigenlijk niet. Nee. Ik was hier vanochtend. Toen is de meneer van de verzekering naar ons geweest. En toen dat ik klaar was, ben ik naar mijn werk gegaan. Dus ik heb geen idee. Oké. Okay. Ik ook niet. Surprise, surprise. Dat is verrassing, guys. Nou, we gaan eerst even naar de ene ruimte. Ik weet niet, er staat iets aan, okay. Dus het brandt een lampje. Even kijken, alright. Ook best wel veel gebeurd dus eigenlijk. Oh ja? Nee, denk wat zie je dan? Nou, is hij allemaal sleuven in de vloer? Sleuven in de vloer? Ja. Dat was heel veel werk, zei je, want het is heel hard beton, wapenlinten en weet ik veel. Oké, voor de afwatering, kijk. Ja, hier komt dus de buis doorheen. Ja. Vanaf de wastafel. Ja. Die gaat dus hierheen. Oké. Okay. Stukje sleuf voor de douche. Oh ja, oké. Die komt dus daar te liggen, met een afwatering, daar al richting wc. En daar bij de wc heeft hij hem ook al blootgelegd. Okay. Dus hier is heel veel gebeurd. En in die hoek, ondanks dat je denkt... Pijp. Riet, het gat. Ja, een gat heeft hij ook gemaakt om het dieper erin te krijgen. Dus, ja. Ja, want waar gaat die eigenlijk heen? Die gaat naar beneden. Ja. Die komt in de garage uit. Oké. Okay. Die hebben ze door de vloer heen geboord. Nou. Ja, dat was ook wat te horen. Dus dat, ja. Ja, is dat hier een ding? Anders dat je denkt dat er niet veel gebeurd is. Ja, waarom is dat dan? Dat weet ik ook niet. Een soort infrarood. Ik denk niet dat hij het plafond vasthoudt. Dat denk ik echt niet. Maar wat het is, ik heb geen idee. Goed. Ja, Stanley, dat is een... als je hem aanzet, heb je zo'n rood lijntje. Oh, zo'n rood lijntje. Kijk, wat heb ik daar al een plank gezet? Oh, zo'n waterpas. Zo'n waterpaslijn, kijk. Dan kun je plankjes, kijk, daar komen ook plankjes, daar komt het plafond komt dus iets lager dan het raampje. Oké. Kijk, daar, en daar heeft hij ook de afzuiging. Oh ja. Dat was rond en dat is nu vierkant geworden. Dat vierkant komt boven het plafond. Nou, cool. Dus het plafond wordt lager. Hij heeft echt al... Ja, er komt een laag plafond in, Ja, want anders kunnen er geen sportjes in. Oh ja. Dus ondanks dat het lijkt dat hier niet veel gebeurd is, is er echt wel veel gebeurd. Oh, dit is allemaal van de vloer al. Kijk, die stond te slijpen. Oké. Dus een hele emmer vol met... Slijp. Goed. Nou, dit is badkamer 1. Ja. Dan gaan we hier kijken. Badkamer 2, loop maar in. Oké, ga maar door. Loop maar gewoon in. Zo denk ik. Oké. Wat is hier? Die meneer heeft in verzekering geweest. Ja, die heeft alles bekeken en gedaan. En hier is ook al gefreesd, zo te zien. Ja, daar hebben ze ook al een sleutel gemaakt. Hier zit alles is weg. En hier hebben ze ook verder gehakt. Ja, en bij jou zijn ook lijnen. Ja, die ook allemaal sleutel. En hier bij mij ook, die lopen daar naartoe. En dit stuk vloer is er ook uitgehakt. Dus je hebt echt een hakker geweest in de vloer. Wat wil dat doen? Geen idee. Waarschijnlijk een oude vloer eruit wil hebben. Daar zit ook. Daar is alles een ijzeren framing. Oh ja, daar komt het plafond in te hangen. Daar komt het plafond in te hangen. Wauw. En daar is ook hier is ook iets hier heeft ze ook iets getekend. Kijk, hier is ook al getekend. En hier ook. En daarboven staat ook nog zo'n... en daar 283, het tuutje is gedraaid. Ja. Dus dat heeft hij ook al gedaan. Nou, heel hard gewerkt daar jongens. Ligt een stuk. En hier is ook een stuk uitgepikt, daar zit dat die grond. Ja. Ja. Gaat zien? Ja, ik zie het. Daar zeg ik het ook. Het gaat helemaal door hieronder. Ja. Het gaat helemaal zo. Kijk hier. Dat tekent ze er ook uit hier. Kijk, dit is de oude waterleiding. Ja. Dat is de oude die eruit gaat. Dat is hartstikke goed, man. Ja. Paul is lekker bezig. Als je die nu laat stromen, kan je zo richting. Nou, dat willen we niet, want die is de oude. Die willen we niet meer gebruiken. Hey, goed. Nou, dan was dat dag 6 van de tweede week. Het gaat, ik vind het best hard gaan eigenlijk. En volgens mij gaan ze morgen aan het plafond beginnen. Ja, zo te zien wel. Dus gaan ze morgen in gehad. Dat ziet er wel goed uit. Ja, ik ook. Hey topper, we gaan aan de koffie. Yes. Ja, even nadenken wat verdacht is. Ja. Vandaag dag 7 van de badkamerverbouwing. Oké, nou ik ben vandaag thuis geweest. Ik heb ze even. Dus jij hebt alles. Ik heb alles meegemaakt.
alles. Dus nu ga van jij vandaag een verhaaltje vertellen. Ja. Nu ga ik een verhaaltje vertellen. Ik ben heel benieuwd of papa ik een ook. Beetje kan ja, ik ook. Vertellen. Ja, nou, we gaan merken. Ja. Dus laten we even beginnen bij de ene badkamer. Ja. Ja, laten we even doen. Ja. We hebben een lampje aangedaan. Kijk, hier zien jullie nu, ze hebben dus daar, de plafond zit erin. Ja, dat viel me echt gelijk op. Dat is ook een stuk lager nu. Ik denk dat wij daar... Want er komt er zo meteen nog tegels op, dus het is echt... Jij kan er zo meteen bij. Ik was erbij. En, als ik spring. En nou, hier, daar zit de ventilator, dus nu plat zo boven het ding uitgekomen. Wc-aansluiting. Alles. Ze hebben een beetje gemetseld. En... Loop je zo beneden. Oh ja, gisteren zagen we die gaten. In het gat naar beneden, ja. Dus dat komt er beneden uit. Dat sluit dan aan op de wc. Mm-hmm. Nou, hier komt de, voor de verwarming. Okay. Wastafel. Dus ja, het ziet er allemaal netjes uit. En daar zit dan die goot in waar de water zo tegen loopt. En daar komt dan een muurtje zo. Ja. Dus ja, dat is... spannend? Ja. Een minuutje. Jij moet blijven. Ja. Zie je, maar het plafond is dus verlaagd. Ja. Het wordt dan nog weer gestukt of zo. Ja, dit wordt hier komt weer zo'n laag overheen die je ook daar hebt. Dan moeten jullie nu eventjes kijken waar je die spotjes wil hebben dan. Dus, nou, even naar die andere dan. Ja. Nou, de andere ruimte. Oké, nou, hier zijn ze dus ook, het plafond erin. Ja, ik zie het. Dat zie je ook heel erg. Ook hier moeten we dus eventjes weer bedenken waar we dus de spotjes gaan doen. Ja. Wat hebben ze nog meer gedaan? Hier de grond helemaal. Ja, de grond hebben ze al de eerste vullingen zijn gedaan. Ja, dat... En ze hebben daar die douchegruppel gedaan. Ja, dat is het wel een beetje volgens mij. Even alles ziet daar... Zie daar ook een tekening iets? Ja, daar komt natuurlijk daar de doucheophangpunt. Voor het bad. En daar achter jou komt dus de wc daar in de hoek. Oh, daar? Ja. Oké. Okay. Dus ja, het gaat lekker. Ja. We zijn lekker goed bezig. Stroom. Ja. Nou, dus netjes. Ja, ik vind het ook wel netjes worden zo. Dus maar goed, dus dit was dag 7. Ik ga hem even omdraaien. Draai ik me ook heel even. Ja, en dan, nou ja, jongens, morgen komt vanzelf weer dag 8. En dan zien we wel tot daar weer gedaan is. Ja. Ja, alright. Nou, dat zeg ik. Wat is vandaag? Dag 8. Dag 8 van de zwaar. Het kan niet eens meer bij één hand en dan nog drie vingers erbij. Wow, ja, dag 8. Zo. Alright. Jij bent vandaag thuisgebleven. Ik ben vandaag thuis. Jij komt vandaag weer het woord doen. Jij kan het woord doen, dus. Ja. Is er al veel gebeurd? Ik heb expres. Geen filmpjes gestuurd. Oké. Nou, ik ben wel benieuwd. Oké, let's go. Nou goed, we gaan eerst naar deze ruimte. Ja, is goed. Ga Brit. Oké. Oké. Ga Brit. Ik loop even voorbij. Ga Brit. Oké. Hier, de muurtje. Ze hebben spulletjes uitgepakt. Hier valt het allemaal reuze mee. Ze hebben muurtjes, alles. Waarvoor staat het muurtje hier? Dat muurtje blijft. Zover? Nee. Dit zijn hele blokken. Dat wordt makkelijk lijm en dat wordt nog afgezaagd. Oh, okay. Zij wordt korter. Okay. Daar komt inderdaad de wc. Ga Brit. Hier komt de douche. Ja. Hij heeft natuurlijk alle buisjes nu verder helemaal strak en weg en dat. Oké. Okay. Het idee is... Het is idee, ja. Om... Daar, dat plaatje daar. Oh ja, ja. Zo wordt het plakje. Het een plankje. Welk plankje? Het vak van de douchepuntjes. Oh ja, oké, ja. Tweedelig. Ja. Oké. Ik zal even erbij staan. Klein. Dit is klein, ja. 30-30. Oké, dat is anders. Dus ja. 30-30. Ja. Dit is ook 60. Ja. En deze breedte is precies één tegel. Is precies twee tegels. Of twee tegels. Ja. En het idee is om hier natuursteen. Oké, En hier ook. Dus een rondom. Dat is een lijstje. Een lijstje natuursteen. Oké. En deze plank ook. Okay. Dus je krijgt als het ware een soort van 8 model. En die komt aan deze kant. Deze kant. Hier. Die kant. Dus het idee is om dat hier dus in te zagen, dan wordt de diepte, als we kunnen kiezen of we dit erin of er ietsje over, dat je en echt een lijst krijgt. Dan laten wij het water. Dat weet ik niet, dat maakt wel geen idee. Maar of we kunnen kiezen voor erin, dan wordt die 10, dan wordt die 7 centimeter. Of we kunnen echt als een lijstje mooi ietsje uit laten steken. Dan wordt het 10 centimeter. Okay. En dan wordt het dus hierin. Nou, dan gaan we wel even over nadenken. Oké. Ja. Dus, dat? Ja, dat is dat. Komt dat is de ene van. Oké, dan gaan we naar de andere. Heb je nog poezen? Nee. Nee, je hebt er uitgehaald. Oké. Okay. Kijk, en hier, zo.
Het... Wow! 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 Wat is dit al? Oh, zo. En de wc. Wow! Wat? De wc? Hé, hey, voor je. Oh! Oké. Okay. Die muur moet nog een stukje afgezaagd. Dat komt ook nog op. Wow, yeah. Wow, zo mooi dit. Oké. Okay. Dit zijn dus voor jouw beeld de witte tegels. Ja. Hoe zijn, wat is dan, We hebben grijze tegels en we hebben witte tegels. Dit zijn de witte tegels. Oké, okay. En waar zijn de grijze tegels van? Grijs. Ja, die moeten op de grond. Oh, die komt op de grond. En deze muur komt grijs. Ja, ja, ja. En op dat muurtje komt ook grijs. Maar dit zijn de witte tegels. Wow, yeah. Okay. Ze gaat snel. Heel snel. Oké. Okay. Oh, hè? Goed, hè? Oké. Okay. Dan is er nog een doorpool. Oh, dat is om het vast te houden. Ik denk om het vast te houden. Oké, ja. Nou, maar het bad is dus nu... Het bad komt daar, waar je nu staat. Daar komt het bad. Oh. Meer zou komen. Is nog nat. Oh. Maar netjes hoor. Hier ook de leiding afgestopt. Het bobelé een stuk achter de muur te staan. Ja. Vanaf deze kant. Het is vanaf dat zijkant van het muurtje van de wc. Van daar tot in de hoek. Daar komt het bad. Ja. Wow, groot. Oké. Okay. Oh, lekker. Ziet er goed en uit. En dan in dat muurtje komt dus aan twee kanten een vak. Ja, één kant voor de douche en één kant voor het bad. Ja, een lage voor je aan de badkant en een hoge aan de douchekant. Okay. Kunnen we de bubbel voor het tabuisbad inleggen? Oké, okay, nou, ziet er goed uit. En dan willen we dus ook kijken voor zo'n natuurstenen plankje op de wc. Oh ja, oké. Okay. En ook de aardes. En ook bij die andere natuurlijk. Ja. Super. Hey, ziet er goed uit, meiden. Nou. Toppie. Dat was weer dag 8. Oh, we gaan zo even buiten kijken, want we hadden dan de container zo vol liggen. We zeiden het net al boven natuurlijk eventjes. Ja. Die jongens zijn natuurlijk nog bezig. Ja. Kijk hier, is dus de container. Die is aardig vol, madame. Ja, zeker weten. Die is goed vol, als je het vergelijkt met vorige week. Toen was die lekker leeg. Dus ik hoop dat ze het gaan redden. Cool. Met de vuilnis. Nou goed, in ieder geval, het begint lekker te worden. Ja. En dan moet het beneden op de wc gebeuren. Ja, maar dat komt natuurlijk als het er boven om af is. Ja, als je boven anders hebben we boven geen wc. Anders heb je helemaal geen wc. En dan moeten we elke keer naar oma of zo. Oeh, dat moeten we niet hebben. Dan gaat hem echt dus dit was dag 8. Morgen komt dag 9. Zie je vanzelf, jongens. Ja. Nou. Vandaag. 9 alweer. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, jongens, dag 9. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Jij bent in pyjama. Je was vandaag niet helemaal lekker. Dus dat is even iets om tegenvallen. Dus je hebt alle herrie ook weer gehoord. Of viel het mee? Nou, soms maakt ze wel even heel erg veel herrie, maar het viel eigenlijk best wel mee. Oké, okay, nou, laten we maar eens even kijken. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. We ik gaan heb eerst naar de ene ruimte. Ik kan niet naar mijn ogen. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, ik zie een gifblok. Ja, klopt. We mogen niet de muur aanraken. Nee, de muur mogen we niet aanraken. Okay. Het gifblok wordt nog afgezaagd, dus zeg maar nog 10 centimeter vanaf deze mond op het weg. Dat ene blok in het midden is een los blok, want dat wordt ons gat voor onze zakpotjes. Oké. En dat staat er even op om die andere te ondersteunen, maar die gaat er dus ertussenuit. En ik zie achter jouw stenen. Ja. Waar? Kijk. Oh, hier. Zo, nou, dat is die zitten er ook al op. En hierachter hebben ze de wc opgehangen, neergezet, whatever hoe je dat wil noemen. Gebed. Gebed, okay, zeker. Dat oogt goed. Ja. Ja. Okay. Dat is wat ze allemaal hier gedaan hebben. Ja, en dat is in deze. Dan nu naar de andere. Ik hoor dat in de blauwe nog steeds in jouw kamer nog steeds als de zuip staan. Zeker. Ja, ja, want dat is ook belangrijk. Zeker. Oké, okay, en dan nu die andere ruimte. Wojo. Oké, okay, kom maar kijken. Alright. Zo. Oké. Okay. Dus okay, hier hebben ze, dit zijn de grijze tegels, ja. Dat zijn de houtloektegels, okay. Daar hadden we natuurlijk gisteren al de wittige tegels. Oké, okay, die ingedroogd. Ze hebben die muur verder opgemetseld. Ja, ik zie het. Hier zit dan aan allebei de kanten van de muur een gat. Oké, okay. Ik zie hem. Ja, ja, dat is voor de shampoos. De shampoos. En aan de andere kant zit er ook zo'n gat. Oké, okay, even kijken. Oh ja, ja, hieronder. Oh, dat is voor het bad. Voor het bad, precies. Okay. Dus onder een gat, boven een gat, zodat we daar mooi alle spullen in kwijt kunnen. Oké, okay, ik ga het een stapje terug doen. Oké, okay, nou. Nou, en dan hier de wc natuurlijk ook al, die was gisteren ook al volgens mij. Ja, die was al gisteren ook. Ja, die was gisteren ook al. Stenen aan deze kant. Nou, cool, het gaat lekker worden. Het gaat echt hard. Ja. Leuk. Ja. Dus nog 2 weekjes en kunnen we in bad. Ja, dat oogt het wel maar nu. Dus goed, nou, morgen is dus de laatste dag van deze tweede week. Ja, en dan gaan we weer naar de derde week. En dan gaan we naar volgende week, dus dat is wel leuk. Ja. En dan zijn we onderhand een paar weken verder. Ja. Ik zie wel heel veel vooruitgang.
Dus ja. Supergoed. Ja. Alle spotjes kunnen natuurlijk nog erin. Ja, ja. En dan als die spotjes in, heb je tenminste een beetje licht hier. Ik denk dat het ding er gewoon staat. Nee, dat is een laserlampje. Laserlampje. Oh. Hier kunnen ze een groene staal rondom sturen. Mm, en dan kunnen ze zien of ze gelijk zitten. Daarom. Netjes. Hey, top. Morgen dag 10. Dat zien we zo meteen weer. Dag 10. Oké, de jongens zijn net weg. Ja. Ik ben heel benieuwd. Heb je een beetje gekeken vandaag? Want je was een beetje ziek. Ja, ik heb niet echt gekeken eigenlijk. Oké. Okay. Ik heb een beetje op de bank gelegen. Soms ben ik even naar boven gegaan. En toen ben ik weer naar beneden gegaan, dus. Oké, okay. En jij, heb jij het kunnen volgen? Zeker. Oké, okay. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ik heb niet helemaal gevolgd, dus dat is niet belangrijk. Ik ga nu even kijken. Laten we eerst beginnen bij de eerste die hier zit. Ja. Oké, laten we eens even kijken. Oh, als jij even. Maakt niet uit. Ik wil even 18 doen. Ja. Dat maakt wel uit. Oké, okay, vertel. De grond. Ja, de vloer is geëgaliseerd. Ja. Daar hebben ze een laagje overheen gelegd. Ja. Dus die is helemaal strak. Ja. Ze zijn net aan het tegelen geweest. Ja. Grijze tegels, of witte tegels aan die kant. Grijze tegels aan deze kant. Oh ja. Oh, mooi. Ja. En achter mij zat natuurlijk de muur al. Ja. Ze hebben daar de groot verder afgewerkt. Ik zat die een beetje aan de kant. Kijk, ze hebben daar met een beetje rommel hebben ze een dammetje gemaakt voor de vloer te storten. Zo ligt er nog. Nou, en daar zie ik ook het wc. De wc zit erin. Dus. Ook tegels achter. Ja. Dus nou, hij gaat lekker. Ja. Dan gaan we steeds meer. Steeds de plekken waar de spotjes komen. Ja, de lampen bij de gele stickers. Ja. Ze zijn niet helemaal afgewerkt, maar gaat ze ongeveer. Ja, ongeveer komen ze daar. Oké, okay, dan gaan we even bij die andere kijken. Ja. Oké, okay. Nummer 2. Vertel. Ja, oké. Okay. Oh, hier zijn ze lekker bezig geweest. Ik zie hier al. Hier komt. Ja. Hier hebben ze de vloer ook gestort. Ja. Dus het laatste stukje is gewoon nog een beetje rommel om het opstaande randje te regelen. Grijze tegels, houten tegels hadden we al. Daarachter het muurtje hebben ze de koof gemaakt, dichtgemaakt. Oh, ja. Dus die komt zo. Witte muur hadden jullie al gezien. Ja. Dus niet. Ze hebben heel veel aan de vloer gedaan om het goed te maken. Dat heeft veel tijd gekost. Ja, ze zijn gewoon overal tegelen geweest en die dingen. Deze gaten zijn natuurlijk nu ook wel goed in. Ja, ook aan de andere kant zit die. Ja. Lekker. Het gat voor de afzuiging zit erin. Oh ja. Ja. Dus die komt aan die kant en die gaat zo naar boven. Lekker. Ook hier heb je een stikkertje plafond waar de lampjes gaan komen. Natuurlijk nog steeds niet helemaal perfect, maar ongeveer. Ja. Klopt. Hey, top. Nu is weekend. Ja. Gaan ze in. Dus maandag gaan ze weer verder. Yes. En dan is onderweg. Waarschijnlijk ga ik weer vergeten dat ze maandag weer doorgaan. Had ik vorige keer ook. Oh, okay. Toen kwam ik thuis en dacht: oh ja. Ja. Nou goed, hey, voor nu is het toppie. Jongens, hebben het goed gedaan. Ja. We gaan weekend vieren. Yeah. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!